fucking warm, jongen. Isabel! Ja! Ik heb gedroomd over deze frietjes. Ja? Mhm. Ja. Mmm. Hell to the motherfucking no. Oh ja, ik wel. Ja. Hebben jullie samen met Bo vaak ruzie? Ja. Mm. Maar dan soms hebben wij het ook niet. Gezin en broer bij me. Ja. Ja, dat is eigenlijk. Hoeveel exen hebben jullie? Nooit meer fastfood. Zit duimpje omhoog en abonneer op Sarah mijn broer. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah van Boert. En zoals je in de titel zag, hebben we een karmic bag. Woe! Again! Dood van de honger. Ik heb nog niks gegeten. Het is 3 uur en hebben nog niks gegeten. Oh, ik vind die krullen helemaal niks. Nou. Maar we gaan allemaal lekkere dingen bestellen. Oh. Of we nemen een macroket. Oei, dat is ook goeie. Nee, ik neem ook een Big Mac. Ja, we nemen nog iets tussen. Ik wil 2 medium friet. Voor de eerste moment, alsjeblieft. Ja. Dank u. Wat proberen. 2 medium friet. Zullen we een Big Mac delen, alsjeblieft? Oké. Okay. En een McChicken. En een McCroket. Oké. Okay. En kindernuggets. Oké. Okay. Oh. Oh. We hebben echt fucking veel. Maar dat gaat wel op. Maar het is maar echt 12, 11 euro per persoon. En we hebben kapot veel. Ja, fucking veel. Ik heb wel echt te veel honger. Ik ook. Oh, moeten we niet vragen ondertussen doen? Ja, doe maar. Ja, doe dan. Oh, die dan. Dood fucking hoor, jongen. Isabel, kut. Ja. Oh, ik ga niet skypen, doei. Wie is dat? Dames school. Jongens, het zijn mensen dat ik echt wel veel McDonald's eet. Ja, dat is überhaupt fuck dat. Ja. Oké, ik ga vragen om Instagram te stellen, dus volg me op Insta. Kut, ik moet betalen, hè. Ik moet in mijn verhaal zetten. Hallo, het gaat achteruit, sir. Oh. Ja, wat doet zij nou weer? Ik ga nu even normaal eten, want elke keer op de schans mensen lopen te haten dat ik een varken ben. Echt? Ja, mensen haten zij, ja. Zij vindt echt een varkens. Nou, we hebben vragen gesteld op Instagram. Follow me in Instagram, Sarah Verwoerd, als je vaker vragen wilt stellen. En Isabella DH, lage streep. We hebben zoveel besteld, jongens. Je moet je anders. Oh, je moet niet naar jezelf kijken, want mensen worden de hele tijd boos op mij dat ik naar mezelf kijk. Je moet in de camera kijken. Hallo. Maar je moet dat clipje wel omhoog hebben, want zo is het opeens wazig of ja. Een beeld. Ja. Ik heb zoveel honger. Ik ook. Hi. Dankjewel. Werkzaam. Twee uur. Ja, hier kan je wel staan, maar dat is te veel. Frietje. Hoe gaan we dit eten? Ja, zoveel. Oh, we hebben 4 frietsaus. Hè? Er zijn al 2 extra. Toen zei jij ja, toen dacht ik al van. Ja, boeien. Nou, voor de kipnuggets dan. Ja. Heb jij daar friet? Ja. Oh, want ik dacht al. Oké, we stellen het hier wel van me uit. Isabel! Ja! Godverdomme! Al die kipnuggets liggen eruit. Ja, jongen, niet meer zo. Jongens, kijk. Oh nee. Zo. Ja. Oké, we kunnen lekker gaan eten. Ja? Ja. Oké. Heb je nog vragen gekregen? Oh ja, nee, ik ga eerst even wat eten hoor. Zo goed. Ik heb gedroomd over deze frietjes. Ja? Mhm. Wat dan? Maar, ik zat gisteravond de hele tijd mukbangs te kijken. Oh ja. Nou, niet normaal. Ik snap eigenlijk niet waarom je niet gewoon op de McDonald's terrein mag. Ik zit er in de auto. Nou. Maar misschien dat mensen wel gaan uitstappen of zo. Nou. Ja. Jongens, wij zijn nu echt aan het vreten. Maar het is 3 uur en ik heb nog niks gegeten. Maar ja. Ik heb 1 broodje op. Ik niks. Hoe kan je dan nog zo leven? Ja, alleen koffie op. Nou, dat voel je toch niet goed? Nou, ik voel me niet goed.
Ja, die hele bak is op. Ik zat hier net een sauna. Ik zag iemand die nam 4 Big Mac menus of zo. En die at dat binnen 8 minuten op. Hij ligt gewoon zo. Oh, je kent hem wel, hè? Ja. Maar die doet echt. Nou, dan vind ik 4 Big Mac menus nog heel weinig. 4 Big Mac menus. 4 friet, 4 burgers en 4 milkshakes. Is het anders Chinees-achtig, hè? Ja. Ja. Maar hij douwt gewoon alles. Ja, maar ik heb ook wel eens gezien dat hij zo'n groot animal cheesy style. Ja. Dat wil ik. Ja, met ui en saus. Ja, en kaas. Oké, mijn friet is op. Ik heb oprecht mijn friet denk ik in 1 minuut opgegeten. Zoveel honger had ik. We gaan weer lekker delen. We hebben een Big Mac. Een Mac Croquette. McChicken. En 9 kipnuggets. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik had ook iemand gezien die McChicken had op die McDonald's gisteren. Dus daarom heb ik er zin in. Zo heel volgens mij vonden jullie hem niet zo. Nee, volgens mij vond ik hem ook niet zo. Maar, ja. Maar ik vond hem heel lekker. Ja. Maar ik neem de Big Mac. Ja. Ik heb nu nog geen saus. Dan, ik vind die saus niet lekker die erop zit. Ja, wel. Juist. Echt, iedereen vindt onze mukbang zo leuk. Het is zo'n makkelijke video. Ja. En dan eten, is leven. Dit is geweldig. Ik kijk ook alleen maar mukbangs. Ik ook, heel veel. Een snoepje. Ja. Ja. Nou, ik vind deze wel heel lekker eigenlijk. Ja, toch? Zoveel honger, ik moet gewoon allemaal op inzetten. Even vragen kijken. Hoeveel vragen? Zo kan het beslaan. Hoeveel vragen? Wow! Oké. Hebben jullie een vriendje? Hell to the motherfucking no. Oh ja, ik wel. Ja. Die is wel een hele leuke vriend. Ja. Wat is het ergste waarover jullie een keer ruzie hebben gehad? Nou, over jongens denk. Ja. Toen we echt baby's waren. Ja. Welke video vind je het leukst om te maken? Ja, mukbang. Of shoplog vond ik ook echt heel leuk. Maar mukbang, eten is gewoon mijn leven, jongens. Dus leuk. Want het is heel goed bekeken. Ja. En het is gewoon lekker. Moet je dan eten? Je moet in de camera kijken. Lekkerste product van de McDonald's. Kipnuggets. Ja? Ja. Ik vind de McWrap ook heel lekker. Oh, dat hadden we ook kunnen nemen. Oh, die hebben ze niet. Nee. Nou, of Big Mac. Maar vroeger nam ik nooit een Big Mac. Of een chili chicken, maar nee. Ik nam een Big Mac voor het eerst toen hij een euro was met de kerst. Oh, echt? Nou, ook vorig jaar. Ja, ik ook. Vorig jaar denk ik. Toen, zeg maar, toen het eerst die kalender was, dat jaar. Ja. Ja. Hoe lang zijn jullie al vriendinnen? Ja, sinds ons geboorte. Met zijn nichtjes. Dus echt, toen Isabel was geboren, kwam ik op kraamvisite. Toen was je 3 maanden. De laatste. Hoe lief, we liggen samen in de box. Ja, we waren echt schattig. Zo schattig. Hebben jullie samen met Bo vaak ruzie? Nou, we hebben nu vaak ruzie. Nee. Maar wel discussies. Omdat we nu, vooral met die quarantaine, zoveel samen zijn. Dat we elkaar te vaak zien. En dan gaan er irritaties komen en gezeik. En... Maar echt ruzie niet, maar wel discussietjes. Ja.
We zijn er best wel hard tegen elkaar. Ja, we zijn heel, heel hard en heel direct tegen elkaar. Omdat we elkaar gewoon heel goed kennen. Maar ja, dat kan dan natuurlijk gewoon een beetje verkeerd vallen. En dan, maar dan is het ook weer binnen 3 minuten opgelost. Mm-hmm. Ja. Mm. Maar dan soms hebben wij het ook niet eens door dat we tegen elkaar zitten te schreeuwen. Nou dan, achteraf denk ik, jezus. Ja. Nou, hoe dan kennen jullie elkaar? Dat hebben we al gezegd. Zijn jullie op het moment open voor een relatie? Nee, ik niet. Nou, jij had een relatie. Ik sta echt... Mm. Maar ik denk gewoon dat ik degene nog niet heb gevonden. Als je diegene vindt waar je verliefd op wordt, dan wil je echt een relatie. Ja. Maar er is nu echt niemand op het moment in mijn leven waarvan ik denk, ja, jou vind ik zo leuk. Ik wil echt alles voor jou laten vallen. Want ik geniet echt van mijn leven nu. En ik wil het echt niet laten vallen, nee. Dat had ik ook toen ik met mijn ex ging. Ja, en als je niet... Als je geen relatie hebt en dan moet je eigenlijk ook niet ernaar op zoek gaan. Want nee. Dat moet je niet doen. Het moet op je afkomen. Moet je afkomen. Zo niet, moet je gewoon genieten van je leven. Ja, je moet lekker genieten van je single tijd. Want je hebt gewoon geen stress, geen hoofdpijn, geen gezuik, dit en dat. Kijk, en als je dan echt iemand leuk vindt, dan boeit je stress en hoofdpijn. Nee, daar heb je het voor. Wat mis je het meest sinds je in quarantaine bent? Uitgaan! Ik ook. Uitgaan. Het allermeest. Uitgaan. Ja. Echt waar. Ik ook. Met elkaar? Ja. Naar uitgaan, echt. Zouden jullie samen willen kunnen wonen? Oh, we willen het zo graag. Wij kunnen ook echt samen wonen, denk ik, met z'n drieën. Ja. Want we wonen als een soort van samen, eigenlijk. Ik denk dat echt heel goed zou gaan. En wij kunnen elkaar ook gewoon laat, weet je? Mm-hmm. Of spreken we 3 dagen niet tegen elkaar. En je leeft in hetzelfde huis. Het is echt alsof je gewoon elkaars familie bent. En wij zijn ook dan echt familie, maar alsof je echt gewoon gezin... Zus en broer bent. Ja. Ja, het is eigenlijk. Zus en broer bent! Hoe zien jullie leven over 10 jaar? Oh, die vraag hadden we vorige keer ook. Dat vind ik een hele erg kut vraag. Ik ook. Ik wil niet weten waar ik over 10 jaar sta. Ik ook niet. Misschien wel. Misschien ben ik dood. Misschien zit ik in de kuil. Heel veel. Heb je een vriendje? Welke series ben je aan het kijken? Ik ben nu Elite aan het kijken. Nee. Ja, La Casa toch? Ja, 2 afleveringen. En X on the Beach, Temptation. Ja, top. Heel veel. Wat is jullie favoriet van McDonald's? Heel veel. Huh? Ja. Zo, ik zit al wel vol eigenlijk. Ik ook. Heel erg. Dat is echt binnen 1 minuut opgegeten. Hoeveel exen hebben jullie? Ik hou echt van je video's. Super lief, dankjewel. En ik heb 1 ex. Ik niks. Ja, jij hebt gewoon een hele vriend. Ja. Maar bij Ex on the Beast is ook als je met diegene iets hebt gedaan of zo. Maar dan heb ik alsnog 0 ex eigenlijk. Ja. Want hoe was je het idee gekomen om aan YouTube te beginnen? Nou, ik doe echt al heel lang YouTube voor de mensen die niet weten. Elke keer dan weer wel, dan weer 2 jaar niet, dan weer wel, dan weer 1 jaar niet, dan weer wel niet. En ik ben eigenlijk al mijn hele leven bezig met video's maken. Mijn hele leven altijd al video's maken, video's bewerken. Altijd ook. Altijd al en gewoon gaan doen een keer. Maar... Oeh, als je nog maar 1 keer mag eten voor de rest van je leven, wat zou dat dan zijn? Zo. Sushi. Dat is heel gevarieerd. Ja, dat denk ik ook. 1 ding, stel je mag bijvoorbeeld alleen maar broccoli of alleen maar patat, dan word je gek. Sushi dan. Nou, echt sushi, dat kan ik echt, echt elke dag eten. Ik ook. Voor Isabelle, komen de oorbellen Big Round Silver nog terug? Nou. Die vraag krijgen we heel veel. Maar mensen die weten, Isabelle heeft een webshop met sieraden. Ja, ik heb een webshop met sieraden, dat is dit ook van. Deze. Die, dat zijn de big rounds. Die. En dit armbandje. Maar die komt terug. Het is alleen onze groothandel, die heeft natuurlijk ook met coronavirus te maken. Dus die hebben gewoon echt weinig op voorraad. Nou. Hun krijgen ook gewoon minder voorraad binnen en wij kunnen dus niet bestellen. Dus ze zijn dus uitverkocht van onze groothandel. Ja. Maar ze komen echt terug, dat weet ik 100% datum. Als ze dat niet doen, dan zijn ze echt dom. Ja, nee, maar dat komt wel goed. Ja, komt weer terug. Gaan jullie nog samen op vakantie? Nee, we hebben helaas onze vakantie moeten annuleren. We zouden op vakantie gaan naar Valencia. Ja.
gaat niet door, helaas. Vinden jullie de quarantaine ook zo saai? Ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik vind het echt niet meer leuk. Ik ook niet. Maar we zijn helemaal niet meer aan het eten. Heb je geen honger meer? Nee. Maar wat hebben we nog? Niks meer. Oké, dan is het goed, want ik heb ook geen honger meer. Favoriete Nederlandse YouTuber? Monica Geuze. Maar ik kijk Monica Geuze niet. Ja, ik wel. Ah, ik niet. Eigenlijk doet ze niks op YouTube. Nee. Maar met haar... Ze is wel een voorbeeld van... Oh, ze ziet er leuk uit. Ja, ik volg haar dus niet. Maar iemand reageerde onder mijn video, wannabe Monica Geuze. Dat ik zei, hey zus, doei schat of zo. Ja, maar dat doet iedereen. Nooit meer fastfood of nooit meer alcohol? Nooit meer fastfood. Dat mag ik thuis al handen. Ja. Nou, maar dat is ook fastfood. Ja, maar ga je niet naar de McDonald's of zo? Nee, oké. Okay. Nou, nooit meer fastfood. Ja, zeker. Sowieso. Dan eet ik wel chips of zo. Is dat ook fastfood? Nee. Fastfood best denk ik echt McDonald's, KFC. Ja. Ja. Als je thuis een kipburger maakt, ja. Ja. Dan ga je niet naar een fastfoodketen. Nee. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed eigenlijk. Wat doen jullie tijdens de coronatijden? Video's maken. En heel veel samen chillen. Beetje aan school. Maar dat lukt niet echt. Nee. Ik kijk dus helemaal niet veel tv. Ik zet er eens een serie aan. Ik was 10 minuten aan het kijken. Ik dacht, nee, ik heb hier geen zin ja, in. Ja, ik kijk ook niet zoveel tv. Ja, als ik s'nachts in bed lig. Ja, in de avond. Dan doe ik gewoon even een tv'tje aan en dan... Maar we zijn heel veel samen met Bo. Ja. Dat is het enige wat wij doen. Ja. Samen chillen, een beetje... Ja. Beetje eten. Ja. Heel veel eten. Ja, eten. Oh, Rodi zegt, mis jullie. Rodi Papachulo. Is dat Rodi Papachulo? Ja, Rodi is echt mijn schattie. Miss you too. Miss you too, papi. Ik zie je op school hè, volgende week vrijdag het examen. We hebben alles lekker binnen 1 minuut. Zo, we hebben alles op. Kant op. Hey, nou ja, je hoorde dus zo. Kijk, ik had zo moeten zitten. Ja. Zitten. Oké, ik ga... Ja, maar kijk. We gaan snel de video afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je de mukbang leuk? Geef dan een blij duimpje omhoog. Als je vaker een mukbang wil, doe een duimpje omhoog. En abonneer op Sarah Perboer. Vergeet zeker niet te abonneren, want ik zie dat heel veel mensen die mij kijken, mij niet abonneren, maar wel me kijken. Dus abonneer. Nu abonneer. Als je nu niet op abonneerknop klikt, dan... Kom je ophalen. Oh, dat vinden ze erg. Ja, dat willen ze wel. Ja. Nee, maar ja, vergeet het ook niet. Dat, hoe kan dat nou? Dit is krul in het staan. Dat is helemaal een geffer. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. Sarah Verwoerd, Isabelle DHL. Nee, Isabelle daar laagstreepje. Ja. Isabelle DH laagstreepje. Heel veel voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye. Doei.